toch een groente wil hebben die naar mijn gevoel heel gemakkelijk te begrijpen is en heel gemakkelijk te eten is, dan is het wel de biet. En waarom is die zo gemakkelijk te begrijpen en te eten? Omdat die zoet heeft. En wij vinden natuurlijk zoet veel makkelijker dan bijvoorbeeld bitter. Er zijn nogal wat groentes die bitter hebben. Dus dat heeft een biet maar nauwelijks. Die heeft echt die volheid, die zoetheid. En die zoetheid is aan, ook culinair gezien aan tafel echt heel nuttig. Omdat je zoet hebt en dat toch al een prettige smaak is, met die zoetheid je gerechten makkelijk die touch van rijkdom geeft. Ik doe dat veel liever met bieten dan bijvoorbeeld dat ik honing aan een saus zou toevoegen of een echte toegevoegd zoet gebruik. Ik gebruik veel liever zoet van producten zelf. En dan is biet een mooi voorbeeld. Als je wortelen, biet en wortel hebben natuurlijk wel wat met elkaar, ze zijn allemaal in de grond. Als je wortelen ook lang stooft, krijg je precies hetzelfde, met uien ook. Hè, dus als je uien stooft, dan krijgen ze ook, paprika natuurlijk ook, krijg je zo'n mooie zoetheid. En als je dus al groenten wil promoten, doe het dan vooral met dat type groenten. Ik zou er dan altijd toch nog wel een klein beetje zuur aan toevoegen. Iets aan zijn, helemaal niet veel, want het moet niet zuur worden, maar een touch van zuur geeft dan net iets waarbij het weer net wat meer dimensie krijgt, net wat meer smaak krijgt. Dan is er nog meer goed nieuws, want bieten doen het heel goed met rode wijnen. Dus als je ook nog gerechten wil genieten met wijn, dan is het ook heel dankbaar om bieten te gebruiken, omdat rode bieten vooral met rode wijnen het echt heel goed doen.